Hallo allemaal. Uh, ja, een beetje een rare situatie. Zo op afstand. En ik ben normaal ook niet jullie leerkracht, maar we gaan het wel eventjes zo doen. Want we maken het beste ervan met elkaar. En vandaag hebben jullie op het programma staan spelling, thema 6, week 1 les 1. En dat is eigenlijk het staddictje eerst proberen. Dus die ga ik bij jullie afnemen. Dus je kunt thuis zo meeschrijven. Ik lees eerst het zinnetje voor. En dan herhaal ik het woord wat je moet noteren. Ja, ik wens je heel veel succes bij deze. Daar gaan we. 1. Na drie jaar zitten wordt de inbreker in vrijheid gesteld. Schrijf op. Vrijheid. 2. Daar loopt hij dan, door een rustig straatje. Schrijf op: Straatje. 3. Hij blijft staan voor de etalage van een juwelier. Schrijf op: Etalage. 4. In de etalage ligt een prachtig gouden horloge. Schrijf op horloge. 5. Het is een horloge van grote schoonheid. Schrijf op. Schoonheid. Zes. Het zou dwaasheid zijn om dat te stelen. Schrijf op, dwaasheid. 7. Hij kijkt nog een poosje en loopt dan door. Schrijf op. Poosje. En 8. Wijsheid komt met de jaren. In dit geval 3. Schrijf op. Wijsheid. Nou, nu uh, kun je nog eventjes rustig kijken. Misschien wil je nog iets verbeteren. Misschien ook wel niet. Vaak is je eerste ingeving toch ook wel goed. En als je dat hebt gedaan, dan kun je via deze weg uiteraard ook je dictatee nakijken. Ja, hier komen de antwoorden. Ja, en eigenlijk werkt het niet heel veel anders dan op school. Heb je nul. Of 1 fout. Dan maak je opdracht 2 en 3. En heb je meer dan één fout. Dan maak je opdracht 1 en 2. Uiteraard ben je vrij om 1, 2 en 3 te maken, want dat is alleen maar meer oefenen. En dat is misschien wel handig nu je thuis zit. Dus uh, nou, succes met het maken van les 2. Ja, doei!